Kijk, dat zijn al onze vrienden. Oh, het is eens een heel zielig hondje die wondjes heeft. Oh, echt zielig. Oh, hij wordt boos. Ik hoor hem grommen. Ja, oh kijk, die beginnen ook al. Oh, hondjes toch. Oh. Dat is niet grappig. Oh, lekker. Ze hebben echt gevecht, jongen. Het is vandaag dinsdag. René en ik hebben vanmiddag deelgenomen aan iets heel leuks. Er werd namelijk op Parikama een middag georganiseerd voor alle vrouwen en moeders uit de buurt, dus uit de Sloppenwijk, om Nationale Vrouwendag te vieren. Wat officieel donderdag of zaterdag is, maar dat weet ik even niet snel uit mijn hoofd. In ieder geval, er werd een feestje georganiseerd, superleuk. En alle vrouwen kwamen dus bij elkaar. Het was een heel mooi gezicht, want ik zat helemaal achter in het zaaltje en ik zag allemaal vrouwen voor me in allemaal verschillende kleuren kleren. Dat zie je dadelijk ook nog op het filmpje. En ze hebben een zangwedstrijd gehouden en een danswedstrijd. Vervolgens werd er stoelendans gedaan en een of ander spelletje met ballonnen. En dat is eigenlijk net één groot kinderfeestje. En tijdens die danswedstrijd moesten René en ik in één keer out of the blue die vrouwen gaan beoordelen op hun dans. En toen werd er even snel zo'n klapblokje in onze handen gedrukt van oké, jullie gaan nu beoordelen hoe deze vrouwen dansen. Wij hadden zoiets van oké, daar heb jij geen verstand van, maar is goed. Ja, dat heb je in India wel vaker, dat je dingen moet doen waar je totaal niet op voorbereid bent, maar dat is een cultuurverschilletje hier. We hebben in de vorige vlog gezien dat ik door een krottenwijk heen liep, waar mensen in krotjes wonen van 2x2 meter. Maar India zou India niet zijn als er geen mega contrast zou zijn tussen arm en rijk. Dus dat ga ik jullie even laten zien. All the things I could do.
wants to be free. I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. Uh-huh. All the things I could do. We zijn op dit moment bezig met het verbeteren van lesmateriaal voor aardrijkskunde voor Parikama. En ze hebben op dit moment gebruiken ze dit boek, Social Science. Dit is voor, dit was de tweede klas toch? Dit is de tweede klas, ja, of derde. Oké, tweede of derde klas. En aangezien wij aardrijkskunde studeren, hebben ze ons gevraagd om het aardrijkskunde gedeelte iets, wat zou ik zeggen, visueler te maken, aantrekkelijker te maken, want op dit moment, ja, wat spannender, want op dit moment ziet het er zo uit. Echt heel, heel saai. Dus voor ons is het wel een leuke uitdaging om daar iets moois van te maken. En we zijn er nu mee bezig. En dit is Scroller Mouse Playing. We zijn er bezig met het maken van een tekst / werkboek waar we de samenvatting van dit boek inzetten per hoofdstuk en dan zelf wat opdrachtjes bij verzinnen. En daarnaast maken we ook een PowerPoint erbij die docenten eventueel kunnen gebruiken als ze een computer of een digibord tot beschikking hebben. En daarin zetten we wat extra YouTube filmpjes en wat plaatjes om het allemaal wat visueler te maken voor de leerlingen. Dus dat zijn we nu aan het doen. En eigenlijk moet je voor de grap even de video op pauze zetten. En dan is gewoon dit stukje proberen te lezen. Dit. Even scherp stellen. En lees het eens gewoon en kijk eens hoeveel van deze tekst je hebt onthouden. Het is ons heel erg tegengevallen. Ik denk dat de eerste keer dat ik dit las, dat ik echt 10% of zo ervan heb onthouden. Dat was echt heel erg saai. En wij proberen dat dus voor de leerlingen allemaal iets makkelijker en iets toegankelijker te maken. Dus daar zijn we nu mee bezig. Kim, wat ga jij zo vertellen? Ik ga over Nederland en Nijmegen vertellen. Heb je daar een beetje zin in? Nee. Oké, nou mooi. Ja, dat komt goed. So, like I said, we're from the Netherlands, so we came here about 3 weeks ago, and we actually have very good first impressions of India. We've all never been here, but we really like food especially. And so now we're going to tell you something about the Netherlands. Because the Netherlands is really small, it's 80 times smaller than India is. There only live 17 million people. So you almost reach that number like just Bangalore. Nijmegen is known by the Waal, that's the river you see on the picture. And it's known by the four biggest marches, that's the wall of the world. So a lot of people from all over the world come to Nijmegen to walk there. And there are a lot of parties and festivals around that walk. So that's a little bit about Nijmegen. And then climate is a landscape. In Holland or the Netherlands we have a sea climate, which means that in the summers it doesn't get that really hot, but in the winters it also doesn't get really cold.
Although last week it actually froze in the Netherlands and Dutch people really like to ice skate. So everyone took up their ice skates and looked up a place for ice skating. And the picture beneath that, the flat green area, is actually what most of our country looks like. Also the windmills, you may know them, they're very typically Dutch thing. A place called Zuid-Limburg, which is our highest part of the Netherlands. We think it's very high, but it's actually the highest point is only 322 meters. So translated to Dutch, we call it a mountain. It's called Vasterberg. But a berg means mountain, but it's actually just a hill. But for us it's a mountain because the rest of our country is just flat. So it looks like that. And then I have a map which is called the Netherlands Without Dikes. And dikes are something, our constructions in the Netherlands, we build to protect ourselves from water. So if we didn't have them, actually 60% of our country would be covered in ocean water. So we are pretty good at water management. Something about the foreign politics of the Netherlands. And I'm going to start as well by saying that the Netherlands is not the most active country when it comes to making worldwide decisions. We're a very small country and we generally don't have that much to say. But however, we are a very progressive country and we are often in the leading group when it comes to new developments. For example, we were the first country to legalize gay marriage. And we were also one of the first countries to be part of the European Union. Maybe we still sell some typical Dutch snacks. We have the stroopwafel, or stroopwafel, as some of the English call it. And if you would ever have a chance to visit, I would highly recommend it. It's a really sweet snack. I will tell you something about education. It's quite a difficult system to explain, so that's why we put it on the board. And I will try to explain it. From the age of 4 or 5, you go to school in the Netherlands. You have to go to school at the age of 5. It's obligatory. And the primary school is up till the age of 12. We have 8 kind of groups. You start in group 1, and you go to group 8, and then you go to secondary education. And the traffic here is a little bit different than in the Netherlands, because here there's a lot of chaos and a lot of hanging and a lot of who hangs the hardest wins and gets the first or something like that. In the Netherlands that's not possible because there are street lanes and you have to keep in that lane, otherwise you get a ticket, and the ticket is very high. And also we have a lot of bikes in the Netherlands, cycles. And I think if we go out on the streets here and ride a bike, we would, like, die. It's not recommended. Thank you.
selfie. We zijn nu in het park en we irriteren ons een beetje, want ja, aan het begin was het wel leuk. We hebben echt met ongeveer, ja, we zijn wel 4-5 keer gevraagd voor een selfie en dat is heel leuk als dat met vrouwen en kinderen en zo is. Maar er zijn nu heel tijd van die groepen mannen die per se op de foto willen. En als we dan, ja, kijk, ze staan nu achter ons en dat doen ze net alsof ze foto's van zichzelf aan het maken zijn. Maar ze zijn gewoon selfies aan het maken met ons. Echt heel irritant. Ja.